De politie gebruikt vaker geweld. Ja, meer dan 20.000 incidenten met agenten. Een stijging van 18% ten opzichte van vorig jaar. U hoorde bij onze collega's van de NOS net al wat over die jaarrapportage over geweldsgebruik bij de politie. Die staat vanochtend beschreven in het AD. In alle politieregio's moesten agenten vaker geweld inzetten. Maar met name in het zuiden schrik je wel van de cijfers. In Brabant steeg het aantal met 24%. In Limburg 42%. De stad Den Haag is nog altijd koploper. En is dat ook al een aantal jaren. Een belangrijke reden van de toename in de cijfers is de meer nauwkeurige registratie bij de politie. Ze willen graag beter in beeld krijgen hoe vaak ze nou geweld moeten toepassen en leggen daarom ook wat meer het vergrootglas op al die situaties. Maar ja, je kan je voorstellen dat ook als je ziet hoe raddraaiers en demonstranten tegenwoordig tegen de politie tekeer gaan, dat geweld ook vaker nodig is. De politie moet steeds meer geweld gebruiken omdat zij geconfronteerd wordt met ontzettend veel demonstraties. Veel tegenstand bij aanhoudingen binnen de criminaliteit. En we zien nog steeds dat mensen met verward gedrag ontzettend veel problemen geven als het gaat om hun in bescherming te nemen of hun omgeving. Het is een hele zorgwekkende ontwikkeling, deze toename van politiegeweld. Omdat we zien dat we in een hele onrustige maatschappij leven. De politie heeft een steeds zwaardere taak om de rechtsorde te handhaven en de goede vrede te bewaren. En dat betalen ze ook een hoge prijs voor. Jaap Smit, u bent commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Wat hoort u van agenten? Is het geweld is natuurlijk nooit goed te praten, maar ik bedoel, is het lastig om het hoofd koel te houden in deze tijd, anders dan eerder? Nou ja, ik heb groot respect voor politiemensen die in deze tijd heel veel geconfronteerd worden met, wat al gezegd, demonstraties, maar ook met grensloos gedrag. Dus hou daar maar eens je zelfbeheersing intact. Ik vind het echt een helve job voor veel van die politiemensen die keer op keer weer de straat op gaan. En niet altijd met zichzelf moeten beheersen, maar wel uitgedaagd worden en in hele lastige situaties terechtkomen. Ja, Jeroen, wat zeggen die cijfers jou? Denk jij van, oké, zegt het dat de politie te hard te vaak optreedt? Of zeg je dat er te veel geweld richting politieagenten is? Mijn puur persoonlijke indruk is dat er dat laatste. Er zijn wat autoriteitsproblemen in dit land. Dat resulteert misschien ook wel in deze hardere aanpak die nodig is. En ik heb zelf puur persoonlijk het gevoel, ik kom natuurlijk veel in de grote steden voor mijn werk, dat daar echt heel veel meer verwarde mensen rondlopen dan een paar jaar geleden. Ja, blijkt ook wel uit cijfers. Ja, en zelf ook ik kom die tegen. En dan ben ik geen politieagent, zeg maar.